bezig. Er ligt hier een gun. Nee, dit is een flare gun. Dit is niet om iemand mee neer te schieten. Ik denk dat zo'n flare ook best veel pijn doet. Ja, oké, daar heb je gelijk in. Ah, dit wordt sowieso een puzzel. Ik heb het alweer gezien. Oh. Oeh, wat voor spannend ben jij nou aan het doen? Oké, ik denk dat ik dit wel snap. Oh, met dat ding kan je waarschijnlijk de brug maken, denk ik. Ja, er zal hier toch ook wel iets van een logica in moeten zitten, denk ik. Want deze brug heeft nou een sterretje en een zonnetje die aan elkaar zitten. Ja, precies. Ik denk wel dat we alleen op een of andere manier moeten achterhalen wat de juiste volgorde is. Ik viel in de afgrond. Jij spande ook echt midden op die brug en het zag er heel raar uit. Ja. Ik denk dat ik weet wat een beetje de bedoeling is. Is er nu wat gebeurd? Ja, want nu is het de zonnetje als goed is weg. Oh nee, de zon staat er nog. Ik denk dat het sterretje helemaal bovenin moet staan en het zonnetje daaronder. De ster, die kan je niet, niet verplaatsen. Dus de ster is een startpunt en daarom dacht ik omdat de zon aan de korte zijde zit, dat de zon aan een van de twee korte zijdes moet zitten. Oké, ik ga even proberen op de brug te staan. Please, gooi hem niet naar beneden. Ja, er is nu een maan bijgekomen. Nu viel ik de afgrond weer in. De puzzel resette zich ook, maar ik heb wel gezien als er twee symbolen verbonden zijn aan elkaar en het komt er een rode lijn tussen. Oh, dat is interessant. Mag ik nog eens proberen? Ja, is goed, probeer maar. Jij zei dat er ook wat gebeurde toen op het scherm gebeurde, toch? Ja, dat er dan tussen de maan en de zon zat toen een rode lijn. Die waren verbonden. Weet je nog waar de maan en de zon toen stonden? Ja, de maan stond aan de linkerkant in de binnencirkel en de zon rechts doordraaiend, dus onder de ster. Ah, die van mij is gereset omdat het niet snel genoeg ging. Nee, ik weet het denk ik al. Deze hendel hier links van mij, dat is een reset dingetje. Ja, dat is ook hoe ik hem activeerde namelijk, dat ding. Zou het niet gewoon een logische puzzel zijn, zeg maar? Dat je echt gewoon naar de maan en zo moet gaan kijken? Ja, maar ik zie buiten ook niks van een hint of zo van wat het zou moeten kunnen zijn. Of het staat misschien op de brug wat de volgende is.
Oké, ik heb nu inderdaad ook dat... Resette jij hem of niet? Nee, maar de man is nou wel terug naar boven. Ah, oké. Oké. Waarschijnlijk reset je ook als ik de afgrond inval. Oh ja, nu heb ik iets. Ja, er is nu een man en hij is gelokt. Ik heb nu de planeet, Uranus, die is omhoog en nu is hij weer weg. Ja, er gebeurt elke keer iets waardoor hij reset. Ja, dan val ik er waarschijnlijk in, maar ik heb hem misschien een beetje door. Want elke keer als er eentje omhoog komt, dan lokt hij hem. Met die sloten aan de linker en rechterkant. En dan, kan ik er gewoon oplopen. Wacht, sta jij nu op de zon? Want nu is de maan ook gelokt, kan ik doorlopen. En nu moet je de volgende. Ja, dat is Uranus. Hij is niet gelokt. Dus als ik daar nu op ga staan, dan valt hij waarschijnlijk naar beneden. Oké, dus nu... je bedoelt Saturnus, denk ik. Die planeet. Oh, ik dacht dat het Uranus was. Maar ja, diegene met het kringetje. Oké, nu is hij gelokt, denk ik. Ja, nu is hij inderdaad gelokt, dus kan ik verder. En nu hebben we de sterretjes. En die is nu gelokt. Ik kan doorlopen en als het goed is... nu heb ik een... Hoe noem je dat? Een zwart gat, denk ik. En aan de andere kant heb ik een meteoriet. Ik weet niet of ik die, nu zo ver kan krijgen dat jij niet naar beneden flikkert namelijk. Ben je nu bij de meteoriet? Ja, dat kan ik bij, maar hij is niet gelokt. Oké, moment. Oké, je bent naar beneden gevallen, of niet? Ja, klopt. Maar het is inderdaad heel raar. Ik zou zo even van plek wisselen en dan weet je wat er gebeurt. Nee, ik denk dat ik nu wel snap hoe of wat. Ja, ik sta nu op de maan. Nu wil jij door naar Saturnus, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, nu sta ik op de sterretjes en die is ook gelokt. Nu sta ik op het zwarte gat en die is gelokt. Ja, nu moet je de komeet hebben, maar dat gaat heel lastig worden, want die zit helemaal aan de andere kant. Dus ik moet van tevoren al voorbereiden dat je daar naartoe moet. Het hoeft niet de komeet te zijn, want die sterretjes is een T-splitsing. Oh ja, ik zie het. Want waar gaan je sterretjes nu naartoe? De sterretjes zijn deze trappen. Die gaat naar links en naar rechts. Ja, dat snap ik. Maar waar moeten die op aansluiten? Een komeet of het zwarte gat. Ja, kijk, bij het zwarte gat ga je wel kunnen. Dat is het probleem niet. Alleen vanuit het zwarte gat, waar moet je dan naartoe? Dat weet ik niet, dat kan ik niet zien. Ik vind het lastig wat ik nu moet doen. Het zwarte gat is op het moment ook niet gelokt, dus ik durf er ook niet op te staan. Maar jij staat op de sterretjes nu, toch? Ja, dat klopt. Ik sta nu op de sterretjes. Kan je nu wel naar komeet? Ja, nu sta ik op het zwarte gat, maar ik kan niks beneden zien van wat nu het volgende zou moeten zijn. Wat hebben we nog niet gehad? Een verduisterende maan, zeg maar. En de komeet. Probeer de verduisterende maan eens. Waar die terechtkomt? Waar die terechtkomt? Het lastige is, ik kan niks combineren met het zwarte gat. Dus dan moet het de komeet zijn. Ja, maar ik kan niks combineren met het zwarte gat. Ja, maar ik bedoel, dan zou je waarschijnlijk iets moeten combineren met de komeet. Dat zou eventueel kunnen, moment.
proberen eerst even Saturnus en een sterretje aan elkaar te verbinden, zodat ik niet naar beneden val per ongeluk. Oké, en wat je... De komeet is de andere T-splitsing, hè? Ja, de komeet staat aan de rechterkant. Nu kan je als het goed is op de komeet. De komeet is inderdaad gelokt. Ja, ik heb nu ook een volgende voor me. Dat zijn de verduisterende maan. Ja, daar kan je nu in. Ja, daar kan je nu in. Ik heb nu de andere maan voor me. Die mag je ook lokken. Dan moet ik alleen even kijken hoe ik dat ga doen. Nee! Ja, daar was ik al bang voor. Oké, laten we het nog een keer proberen, ja? Is helemaal goed. Van maan ging je naar Saturnus. Klopt helemaal. Ja, nu ben ik bij de sterretjes en daarna gaan we naar de komeet toe. De komeet mag je lokken. Ja, dat snap ik, maar dat heeft even tijd nodig. Ja, top. Top. Ja, lok hem, lok hem. Ja, lok de zon maar, lok hem. Ja, zie je, dat kan dus weer niet. Want als ik nu eentje weghaal, dan val je naar beneden. Want dat is daadwerkelijk laatst, als die gelokt is, ben ik aan de overkant. Oké, we gaan hem nog een keer proberen. Ik moet alleen heel eventjes opletten wat ik dan doe. Is helemaal top. Kan je nu niet lopen? Nee, ik sta nu op het sterretje daarna de zon. Ja, nu is de maan er. De maan sta ik nu op. Nu is ringetje er, nu sta ik daarop. Nu zijn de sterretjes er, die is gelokt en nu sta ik daarop. Graag loop ik nu door naar de komeet. Die mag je lokken. Nee, ja, bijna, ja. Kom op, you can do this. Oké, zou jij iets voor mij willen doen? Zou jij heel eventjes terug op de sterren willen gaan lopen? Kom op Milan, je kan dit. Ja, dat sta ik nu. Van die naar die naar die naar die. Ik denk dat je hem dat we hem nu gaan halen. Oké, top. Ik loop nu op de komeet. Ik loop nu op de maanverduisternis. Ik loop nu op een halve maan. Ik loop nu op de zon. Ik ben aan de overkant, Milan. Ja, nice. Het was echt een puzzel. Je moet het echt een keer terugkijken, want dit is zo heftig. Hahaha.
Milan, onze wegen scheiden hier zo. Never! Oh. Ik sta links bij de poort. Of voor jou is het rechts. Even kijken. Oh. Moet ik die andere deur hebben, zeker? Ik denk het wel, ja. Milan is hard aan het nadenken, joh. Niet normaal. Ik heb geen idee. Dat krijg ik niet mee. Ik neem aan dat jij en Mike alle twee de streams open hebben staan. Denk ik.